De katten van vrouw Dwaas. In de grote stad is het druk. Er lopen honderden mensen rond, maar niemand let op kleine Moek. Ze hebben het veel te druk. Moek heeft nu heel erg honger. Zijn maag knort, hij valt bijna flauw. Ineens hoort hij een stem. Er gaat een raam open van een huis. Kleine Moek ziet een oude vrouw. Kom hier allemaal, roept ze. Kom maar. De pap is klaar. Verbaasd staat kleine Moek stil. De deur van het huis gaat open. Een heel rij katten loopt naar het huis. Daar moet ik ook zijn, zegt Moek. Want pap lust ik ook wel. Achter de katten aan loopt hij naar binnen. De oude vrouw ziet kleine Moek. Wat doe jij hier? Vraagt ze. Maak dat je wegkomt. Mijn pap is alleen voor katten. Maar ik heb honger, smeekt Moek. Ik ben moe van het reizen. Geeft u mij toch wat te eten en een plaats om te slapen? De vrouw kijkt Moek aan. Jij bent een raar ventje, bromt ze. Met dat veel te groot hoofd. Wil je iets te eten hebben en een plaats om te slapen? Vooruit dan maar. Maar je krijgt niets voor niets. Je zult ervoor moeten werken. Goed, dat doe ik, zegt kleine Moek. Want werken wilt hij wel, als zijn maag maar gevuld wordt.